Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Fuberta en deze keer kijken we naar het eindexamen natuurkunde, opgave 2, maar eigenlijk dus opgave nummertje 7. In de specificaties van de fabrikant staat dat de drempelspanning van deze LED 1,7 volt is. Leg uit dat de metingen van Marissa dat niet tegenspreken. En dan staan er allerlei leuke spannetjes, leuke verhaaltjes, maar het belangrijkste is de drempelspanning. En als LED in de doorlaatrichting is ingeschakeld, is er vanaf een zekere spanning een stroom. Dus vanaf de drempelspanning gaat er een stroom lopen. Goed, we hebben een drempelspanning van 1,7 volt. Dus als we hier gaan kijken, als we 1,57 volt over de LED hebben, dat is kleiner dan de drempelspanning, loopt er geen stroom. Als we 1,88 volt hebben, dat is meer dan de drempelspanning, dan loopt er wel een stroom. En daarmee heb je het eigenlijk meteen al bewezen. Het staat hier ook al, voorbeeld van een antwoord, de drempelspanning moet tussen de 1,57 en de 1,88 liggen. Dus inzicht waar die tussen ligt. En dat de stroom tussen die waarden stroom begint te glijden. Goed, dit was opgave nummertje 7 van het eindexamen HAVO 2012. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.